We zijn hier vandaag in onze wintertuin waar we de vlinders tonen. Dankzij het goede weer, als de zon er even doorkomt, zijn de vlinders direct een stuk actiever. Die wachten echt op mooie dagen om rond te vliegen. Over heel het jaar kunnen we hier wel meer dan 50 verschillende soorten vlinders hebben. Er komen altijd nieuwe vlinders aan, nieuwe soorten. En wij willen heel graag de blauwe morpho. Dat zijn de grootste. Die binnenkant van hun vleugels zijn blauw, de buitenkant van hun vleugels zijn bruin. En als die stilzitten en hun vleugels zijn toe, vallen die helemaal niet zo op. Maar vanaf dat die beginnen rond te vliegen, zijn hele mooie actieve vlinders. We hebben heel graag de passiebloemvlinders. Dat zijn een paar verschillende ondersoorten. Dit zijn nu allemaal vlinders uit Costa Rica, Zuid-Amerika. Dus we moeten natuurlijk, om die een aangenaam en fijn leven te bieden, moeten we de omstandigheden van Costa Rica nabootsen. En dat betekent een hoge luchtvochtigheid van minstens 70%, maar eigenlijk liever nog wat hoger. En ook redelijk warme temperaturen. De vlinders die je vindt in de natuur, nectar uit de bloemen, is eigenlijk zoals de veel insecten, waaronder ook de bekende bijen. We proberen hier zoveel mogelijk bloemen aan te bieden die interessant zijn voor de vlinders. Voor de passiebloemvlinder is dat ook weer de passiebloem. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend, dus we vullen ook aan met artificieel voedsel. Artificieel, dat is geoogste nectar dan dat we kunnen, stuifmeelkorrel dat we kunnen aanbieden. En een honingwateroplossing. En dat is voor de nectaretende vlinders. En we bieden ook op onze schalen fruit aan, waar we dan al een beetje in snijden, zodat die vlinders er met hun roltong gemakkelijk in kunnen en het sap daaruit kunnen opeten. We hebben hier vanachter in de wintertuin de poppenkast staan. Die noemen we zo, want daar tonen we de poppen die dat we aankrijgen uit Costa Rica. Hangen we daar op. En daar is eigenlijk de omstandigheden zijn daar nog beter. En als die uitbreken, dat is echt vechten voor zo'n beesten, dan gaan die ondersteboven hangen aan hun pop en dan moeten die even opdrogen. Dan pompen die het vocht van hun lichaam in hun vleugels, worden die helemaal opgestrekt. En dan moeten die uitdrogen, die vleugels, en dan kunnen die er een leven lang met rondvliegen. Iedereen is al lang terug welkom in de Zoo van Antwerpen en Zoo Plankendaal. Spijtig genoeg voorlopig nog niet in de gebouwen. Natuurlijk kijken we er naar uit om jullie ook de vlindertuin te laten zien en hopelijk kunnen jullie allemaal naar binnen voor de vlinders zelf te bewonderen. Hè.